Ik zit hier naast Arjan. En Arjan, hou jij je stok eens even in de lucht. Arjan speelt namelijk een heel bijzonder instrument. En welk instrument is dat? Marimba. De marimba. Nou, de marimba wordt nu klaargezet, dus die gaan we zo zien. En vertel eens even, dit orkest, dat ken jij best wel goed. Hoe zit dat? Ja, mijn zus die speelt er ook in. Zus, ga eens even staan. En zwaaien ze. Applaus voor de zus. En wat speelt je zus? Hobo. Hobo, nou dat moet gezellig zijn thuis. Hey, vertel eens even, die marimba, wat is dat voor instrument? Want ik zie het niet zo vaak, moet ik zeggen. Nee, klopt. Het is een onderdeel van slagwerk, wat ik ook speel. Ik speel ook drums en pauken en alles. En ja, het komt inderdaad niet veel voor. Maar... En wat was het eerste waar jij nou vroeger toen je klein was op sloeg? Pannen en borden en al. Ik haalde alles uit de kast. Oké, kom mee. Pannen en borden, dat zal je moeder leuk gevonden hebben. We gaan naar het instrument toe. Even, sorry. Bedankt. Ja. Want dit is hem, de marimba. Wil ik alleen nog van je weten, wat ga je spelen? Simbazamba. Simbazamba. Ga ik je aankondigen, ga staan. Hier is Arjan met een heel bijzonder instrument. Het gaat fantastisch klinken, let maar op. Met Simbazamba. Veel plezier, Arjan. Thank you.
Wat goed, man. Wat een conditie moet je hebben ook, joh. Ja. Veel oefenen? Ja, absoluut. Hey, het is even tijd voor een gesprek van man tot man. Maar met wie ga jij straks optreden? Met Belle Perez. Belle Perez. En ik denk dat alle heren het hier met me eens zijn. Belle Perez maakt... Nou ja, die maakt zeg maar iets los, toch? Ja. Ja, dus ik zou even, als ik een tip mee zou mogen geven... Muziek verbindt mensen. Ik zou een beetje investeren straks als jullie daar samen dat nummer spelen. Ik zal mijn best doen. Ja? Oké, heel goed. Laten we erbij vragen. Belle Perez. Hoi. Een eerste reactie. Ja, gewoon fantastisch. Arjen is eigenlijk een heel timide jongen als je hem langs de bühne tegenkomt. Zeg. Maar als hij ineens achter zijn instrument gaat staan, ja, dan knalt hij gewoon. En je hebt een heel toepasselijk t-shirt aan, vind ik. Ja, rock'n'roll inderdaad. Maar durf je het nog aan nu? Want het is wel even wat, hè? Wij gaan er samen iets moois van maken, Arjen. Af. Wat gaan jullie zingen? Wij gaan Que Viva La Vida brengen. Oké. Nou, ga er klaar voor staan. Ik kondig jullie aan. Hier zijn Belle Perez en Arjan op de marimba. La vida, mi mente llena de alegría y sé que nada es imposible sin ti. Sin pasión no hay salida, vive la vida cada día, hay que vivir cada momento, porque sin ti yo pierdo el control, porque por tu amor estoy muriendo, sin ti no hay final. Que viva, viva la vida, vívela con alegría, voy buscándolo pero no. Op het AVRO Kinderprinsengracht Concert. En voor we afsluiten, wil ik eventjes nog met z'n allen een traditie doen hier op de Prinsengracht. En ik wil dat we allemaal meezingen, allemaal meeklappen, allemaal meeswingen, zodat zelfs jullie thuis in Limburg ons hier moeten kunnen horen. Goed jongens, staat iedereen er klaar voor? Allemaal vast even de handen in de lucht, ook aan de kant. Want dan sluiten we echt hier met z'n allen op een hele sfeervolle manier het AVRO Kinderprinsengracht Concert af. Daar gaat hij.
tot volgend jaar.